Hey, dat is wel te gek. We hebben zoveel afleveringen gehad. Humble Heroes die al heel lang bezig zijn en de Next Generation. Vandaag hebben we zo'n Next Generation. De jongste deelnemer van de Humble Heroes serie, denk ik. Ja, echt. Speelt gitaar. Yvette Terpstra. Helemaal fantastisch wat ze doet. Zit helemaal weer terug in die soort fusion sound. Ja, ze grijpt, terug naar die fusion uit de jaren 80. Maar ze behoudt die sound in het hedendaagse poppodium. Dat is echt leuk om te zien en te horen. Ja, te gek is. Marta Chicken. Yvette Terpstra. Yvette Terpstra, vertel, je hebt iets gespeeld, Joe Satriani. Joe Satriani, ja. Wat heb jij met die sound en die tijd? Wat betekent dat voor jou? Ja, Joe Satriani, ik heb er super veel naar geluisterd. En ik vind zijn, ja, zijn toon en zijn snelle loopjes ertussendoor super vet. En ja, ik vind vooral die vette distortion sound, wat het zo groot maakt, vind ik echt, ja, dat, en vooral die ballads, ja, die pakken mij wel. En is dat iets wat je vanuit huis uit veel hebt meegekregen, vanuit vroeger daar naar geluisterd? Ja, mijn vader die luisterde altijd Jimi Hendrix, Joe Satriani, Ted Nugent, ga zo maar door. Dus ik heb het eigenlijk al vanaf kleins af aan al gehoord. Precies, blij dat jij nu deze keer. Eigenlijk is hij wel blij, ja. Ja, die vindt die, door hem ben ik eigenlijk ook gitaar gaan spelen. Okay. Dus dat vindt hij alleen maar heel erg leuk. Ja. En je bent hier natuurlijk ook omdat je namen ben je aan het maken. Je speelt met Vrouwtje. Ja, klopt. Het zijn, als ik die twee al denk, de Satriani of Vrouwtje, zijn twee totaal verschillende werelden. Echt totaal verschillend, ja. Hoe is dat voor jou? Hoe mengt dat? Ja, het is eigenlijk allemaal, ben een beetje zo ingerold door Codarts is dat ontstaan, dat bandje. En ik probeer een beetje mijn sound met af en toe een distortion partijtje ertussendoor. Dat vind ik hartstikke leuk om dat een beetje zo te mengen. Ook met solo's en zo. Ik heb ook vaak outro-solo's en dat vind ik ook super fijn. Raad, die krijg je dus ook binnen zo'n band als Vrouwtje om juist ook dat te laten horen. Ja, en het is grappig, want dat is een beetje zo langzaamaan gegroeid of zo, dat zo is gelopen. Maar dan moesten we bijvoorbeeld een set voorbereiden en dan live arrangementen maken. En dan was dat, ja, Yvette, wil je een solo? Ja, natuurlijk, want ik ben heel erg van de solo's. Dat vind ik heel leuk. En hoe is dit gegaan? Want je bent net afgestudeerd van het conservatorium. Met Codarts heb je gestudeerd. Dan kom je gelijk, of je zat misschien al tijdens die Codarts tijd bij Vrouwtje. Dat weet ik nog niet, maar... Ja, tijdens Codarts, ja. Ja, hoe is dat dan? Want dan zit je... Aan de ene kant ben je gewoon nog student. Aan de andere kant ben je overal aan het spelen. Hoe verhoudt zich dat? Ja, dat is heel raar. Ik heb ook echt... Ik weet ook niet hoe ik dat heb gedaan het laatste jaar dan met het afstuderen en zo. Want het was super druk in de maand mei en die hele zomer daarna. Maar ja, ik had ook mijn scriptie en allemaal punten die je moest halen. Dus dat was heel gek. Dan stond ik op Pinkpop of zo. En dan die maandag moest ik dan weer naar school. Het is wel een verschil van dag en nacht, zeg maar. Ja, het is heel anders. Maar het was even wennen. Maar ik heb het gelukkig wel snel af kunnen maken. Dus nu ben ik gewoon helemaal klaar daarmee. Hoe ziet het er nou voor jou uit? Je bent met Vrouwtje aan het spelen. Hoe ziet jouw leven er nu uit? Ik geef één dag in de week les op Codarts HND. Dat is H voor Muziek en Dans. Dat is een middelbare school. En voor de rest ben ik eigenlijk aan het spelen met Vrouwtje. We repeteren, we doen soms tv-shows. Nu zitten we in de voorbereiding voor de tour. Dus dan zijn we veel bezig met repetities en nieuwe liedjes voorbereiden. En binnenkort ga ik ook nog invallen voor Carlotta Lopez bij Etsilia. Dus dat doe ik ook. Dus dat is ook superleuk. En hoe komen dit soort dingen op je pad? Hoe ziet ja, het voor echt. Instagram, DM, van hey, ik zoek iemand die voor mij kan invallen, wil jij dat doen? Ja, superleuk. Ja, want op Instagram, als ik naar jouw Instagram kijk ook, zie ik allemaal filmpjes van jou zittend. Ik denk een bureau waar je zit en je speelt allemaal songs, speel je eigenlijk. Ja. Is dat dan ook een soort van online portfolio voor jou? Van hey, dit is wie ik ben en wat ik doe? Ja, wel een beetje ja. Want kijk, in Vrouwtje kan ik natuurlijk wel wat gitaar laten horen, maar natuurlijk niet zoals bijvoorbeeld zo'n liedje als Joe Satriani of Larry... Dat niet zo. Dus vind ik het leuk om ook nog even op Instagram te laten zien van... kijk, ik doe ook nog dit en ik vind dit vet en ik vind dit leuk. Dus dat vind ik leuk om te maken. Ja. Wat je al zegt, van je hebt die twee verschillende kanten van jou als gitarist. Welke ruimte krijg je dan bijvoorbeeld binnen zo'n succesvolle act als Vrouwtje... voor jouw muzikale roots eigenlijk, wat je zelf helemaal te gek vindt om te spelen? Kun je daar iets over vertellen? Jazeker. We beginnen meestal altijd met een demo. Dus dan een demo en dan zit er 9 van de 10 keer zit er geen gitaar in. Dat vind ik niet erg, want ik vind het juist heel leuk om iets te verzinnen. Dus dan is het vooral kijken van, oké, waar zitten gaatjes? Of zit er al een soort singlenootje in? Of zit er ritmisch nog, mist er nog iets? Of een hoog lijntje of zo? Ben ik eigenlijk heel erg naar dat aan het zoeken.
om te kijken van oké, hoe kan ik dat op de gitaar dan, kan ik dat invullen? En soms ook zanglijntjes meepakken of arpeggio akkoordjes wat dikker aanzetten of zo. Zo kijk ik er eigenlijk naar en dan kijk ik van nou, dit kan ik eraan toevoegen. En ja, ik krijg er vaak wel complimenten over. Dat is wel leuk om te horen. Want ik ben er echt wel veel mee bezig. Ja. Om iets is er nog ruimte voor een eigen album in de toekomst? Of? Nou, dat zou ik dus heel leuk vinden. Ja, echt. Want ik vind dus... ik schrijf eigenlijk helemaal niet echt of zo. Maar ik vind die partijtjes bedenken en... Zo het begin van het creatieve ja. proces. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dat lijkt me wel wat, ja. Ja, en dan vind ik die stijl van Larry Basilio vind ik wel echt, ja, dat vind ik heel vet. Kan je een voorbeeld op de gitaar geven? Hoe je dat met, bijvoorbeeld met een paar liedjes van Foutje gedaan hebt, hoe je tot lijntjes komt of arpeggio's, zoals je het noemt? Ja, even kijken. Ik zal eens eventjes mijn soundje doen. Heb je inmiddels ook al een speciale Foutje gitaarsound? Ja, wel een beetje. Heel veel dingen komen wel een beetje... terug op hetzelfde. Ik hou, ja, ik hou heel erg van die Polara. Die Halo sound. Oh. Oké, doe het. Bijvoorbeeld in het nummer Goud. Even kijken. Dan heb je de akkoorden en dan doe ik... Dat soort dingen, maar dan met dus wat overdrive en een delay en dan nog een mooie reverb erop. Ja. Dat doe ik dan bijvoorbeeld. En ik heb ook bij, even kijken, dat is een liedje Onbesproken. Daar gebruik ik dan die Halo sound, die vind ik helemaal te gek. Dat is een soort, ja, een soort padje onder de... Ja, ja, ja. En dat heeft dan meer een dragende functie, terwijl die andere veel meer lead functie ja, dan. Ja, ik heb wel echt verschil in... het mixt een beetje met... Sommige pakken een melodielijntje mee, soms akkoordjes tussen het dragen en dan inderdaad lead. Dat mixt eigenlijk een beetje bij mij. Ja, en hoe, je zei net al van, we krijgen dan bijvoorbeeld de muziek en dan hoor ik dat er nog bepaalde ruimte in zit. Ja. Maar gaat het altijd op die manier of kan het ook zijn dat jij zegt van, hé, ik heb deze riff, laten we hier een track omheen bouwen? Of wordt echt van je gevraagd van, hey, dit is het lied... Met Ik Wil Dansen bijvoorbeeld, dat is wel een leuk verhaal. Dat hebben we ooit bedacht in een eigen werkband uurtje. Ja. Met de band. Het idee kwam van mij en de bassiste, Lietke. En dat is eigenlijk ontstaan door een baslijntje. Zij kwam met een baslijntje en toen dacht ik, hey, ik ga daar ook een ideetje op maken. Ja. En toen kwam ik hierop. En als ik daarover na ga denken, denk ik, ja, ik weet eigenlijk niet hoe... Je hebt wel al die presets goed in je hoofd, hè? Ik wil meteen... Ik heb hier zo'n blaadje, hoor. Oh. Dit is de speaker. Je hebt een speakbriefje. Ja, ik heb wel een speakbriefje. Want anders... even kijken, hoor. Dat is bijvoorbeeld dit. Weer een soort arpeggio's. En verder in het nummer heb ik bijvoorbeeld de... weer een soort funkslagje. En later het liedje heb ik dan weer een solo. Maar dit is dus een partijtje wat eigenlijk om die baslijn heen is gemaakt. En toen hebben Foutje en de producer toen er een heel liedje van gemaakt. Maar dat is dus wel eigenlijk ontstaan vanuit ons. Dat is Foutje kan eigenlijk gewoon niet zonder jou. Weet ik niet. Staat jouw naam ook in de compositie of niet? Ja. Ja? Ja. Heel goed. En die van Pieterke ook. Ja. Okay. Ja, dus dat is allemaal samen. Dus dat is superleuk. Ja. Dat vind ik dus heel leuk om te doen. Maar het kan ook zo zijn dat er al een gitaarpartij is, hoor. Ja. En dat ik dat of een beetje mijn eigen maak natuurlijk. Ja. Maar dat in grote lijnen al staat. Dat is ook... dat gebeurt ook. En de band waar je nu mee hebt gespeeld, want dat is ook interessant om nog naar te kijken. Je hebt voor twee fantastische tracks gekozen, eentje van Joe Satriani natuurlijk. Ja. Is deze band waar je nu mee hebt gespeeld een band waar je al veel vaker mee hebt gespeeld? Eigenlijk is dit de eerste keer. Oké, en hoe is dat ontstaan? Waarom heb je deze mensen gevraagd? De drummer die heeft al een keer meegedaan met mijn eindexamen voor Colors. Ja. Dus die kende ik al, die heeft ook deze nummers gespeeld. Dus dacht ik van, nou, dat is top. En hij kwam eigenlijk met... Even zijn naam, dan weten we meteen Tim wie het Leon. Is. Ja.
Ja, dat is Tim de Jong. Ja. En hij kwam al gelijk met Rick Linsom, daar speelt hij mee in Symphonic Rock Night project. En met Ivan, daar kwam hij ook mee. En ik ken ze ook, we kennen elkaar van Codart, dus dat is grappig. Dus ze zaten een jaar hoger. Ja, wat gaat het nu betekenen? Want jullie hebben het hier gespeeld, het klonk helemaal te gek. We waren even helemaal terug in die eind-80's waren we. Lekker, hè? Ja, maar is dit dan ook iets wat een vervolg gaat krijgen? Komt er zo meteen een tribute tour aan? Wat kunnen we hierna verwachten? Nou, het is wel grappig, want in een repetitie kwam Rick al met het idee van, oh, zullen we zelf zo'n ballad schrijven? Ja. Dacht ik van, nou ja, ik ben helemaal voor. Het lijkt me leuk, ja. Dus wie weet. Ja, maar ik vind het echt super om met hun te spelen. Dus ik denk dat het wel vaker gaat gebeuren. Dat denk ik wel, ja. Zeker als ik zelf muziek wil gaan maken en ik een band zoek, ja. Ja, top. Ja. Dan ligt aan jou. Ik denk dat ze op jou wachten. Het ligt dat je ze mee moet nemen om dat product te maken. Ja. Maar ik denk wel dat het gaaf is om daar naartoe te werken. Ja. Dus, ja. Heel leuk om je te horen. En veel succes in je carrière. Ja, dankjewel. Misschien kunnen we je over 25 jaar nog interviewen. Hoe het allemaal gegaan is. Lijkt me leuk. Dan word je nog toen je hier was in 2023. Dan moet je mij helpen, want dan ben ik het waarschijnlijk vergeten. Ook een spiebriefje voor jou. Een spiebriefje voor mij, ja. Dus heel veel succes. Ja, leuk dat je er was. Dankjewel. Gek.